Westen. Hij vond een paard veel te traag, een auto wilde hij zo graag, om de cowboys vandaag eens goed te pesten. Op een dag in de saloon had hij niet zoveel te doen en hij bladerde nog even in de krant. Er stond een foto van hem in met als ondertiteling: er rijdt een cowboy in zijn eentje door het land. En de andere cowboys vreesden als hij door de prairie reesde dat ze moeilijk eten kregen met hun koeien. Maar de cowboy zei gemeen: ik rijd al weken in mijn eend en daar moeten jullie je niet mee bemoeien. Op een dag daar aan de kant stond hij met een lekke band en hij dacht: dit is het einde van mijn rit. Want zover als je ook ziet, graasjes waren er nog niet. Hij dacht: dan ga ik met mijn auto naar de smid. Toen hij aankwam bij de smid, zei de smid: wat is dit? Van zo'n eend heb ik echt geen kaas gegeten. Ik besla hier alleen paarden, want die hebben veel meer waarde. Dus die eend van jou kun je wel vergeten. Het is nu zo'n 50 jaar geleden dat die cowboy hier nog reed. Ja, toen was hier de omgeving eenmaal kaal. En als de kinderen in de klas de meester vragen hoe het was, vertelt hij nog een keer dat prachtige verhaal. Er was een cowboy heel alleen, reed in zijn lelijke heend, in zijn eentje, in zijn eend, door het wilde westen. Hij vond een paard veel te traag, een auto wilde hij zo graag, om de cowboys vandaag eens goed te pesten. Het is net een sprookje dit verhaal, maar het is gebeurd echt allemaal, zo'n 50 jaar geleden in het wilde westen. Want ergens in een kleine stad waar ijs een lekke band toen had, staat van zijn eet nog steeds de allerlaatste resten. La 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 la